Dit is nou eigenlijk zo'n voorbeeld van een hond waarvan ik net vertelde dat lichaamstaal zo belangrijk is. Dat hier juist de commando's, de bewegingen die gegeven worden, heel belangrijk zijn. De hond is puur alleen ingesteld op lichaamstaal. En eigenlijk veel natuurlijker. Want honden onderling hebben ook niet een goed gesprek. Honden onderling kijken naar elkaar. En ik denk eigenlijk om eerlijk te zijn dat honden ons beter begrijpen dan wij honden begrijpen. En als je dan deze pinter kop kijkt, vol aandacht, oortjes naar voren. Helemaal goed. Fantastisch. Hij moet gaan zitten. En vervolgens moet hij omhoog springen. Hans, waar was het laatst dat hij omhoog springen? Oké. Heel goed. Soms, want dat zie je ook een beetje, de ene oefening, een handgebaar, kan soms een beetje lijken op de andere handgebaar. Dus soms is het heel belangrijk om heel goed uiteen te zetten welk handgebaar je gebruikt om duidelijk te maken wat je bedoelt. Want op het moment dat je wijst en vervolgens je hand beweegt en de hond is heel snel, dan kan het zijn dat je miscommunicatie krijgt. Maar Ludwig snapt er uitstekend en vindt het leuk om bezig te zijn. Uitdagend applaus voor Ludwig.